Dit is Niels. En Niels heeft een gigantisch probleem met lopen. Niels heeft een dwarslesie. En een dwarslesie is een beschadiging van het ruggenmerg. Dat heeft te maken met een ongeluk. En hij heeft zijn wervels gebroken, zijn nekwervels. En die nekwervels, dat die gebroken zijn, hebben die het ruggenmerg beschadigd. En bij een ruggenmergsbeschadiging, dat betekent eigenlijk dat de informatiestroom vanuit de hersenen niet naar het lichaam meer kunnen. En omgekeerd. Waar Niels fysiek probleem mee heeft, is eigenlijk vanaf zijn vierde nekwervel, alles wat daaronder zit, daar is hij deels zijn beweging of zijn gevoel kwijt. En zijn grootste probleem zit in zijn linkerbeen. Voor Niels is lopen niet zoals lopen voor ieder van ons is. Niels moet dagelijks moeite doen om vooruit te komen. Ik heb een klapvoet, zo gezegd. Dus mijn voet gaat hangen. Dus als ik moet lopen, dan sleept die over de grond. En ik kan mijn been niet meer normaal vanuit mijn heup vooruit zetten. Wat is exact het probleem? Het probleem is met een voetlift, dus dat je de voet niet kan heffen, is dat je dus daar een externe steun voor nodig hebt. En dat werd vroeger de Peroneesbeugel genoemd, waarbij je dus die voet niet meer kon laten hangen. Dus die voet die stond vast in een positie en daar leerden de patiënten mee lopen. Sinds kort heeft Niels een nieuw hulpmiddel tot zijn beschikking. Dit helpt hem om weer beter te kunnen lopen. Dit systeem en die is draadloos gekoppeld aan die voetswitch. Al deze elementen die worden gestuurd door een sensor die in de schoen wordt ingebracht. Dus wat gebeurt er nu? Op het moment dat Niels zijn voet vrij maakt, wordt het systeem geactiveerd en wordt de voet geheven. Met dit systeem kun je dus gebruik maken van de aanwezigheid van de spieren en de zenuwen in het onderbeen door ze te activeren, wat Niels zonder het systeem niet kan. In het verleden gebruikten we gel-elektroden, waar je de exacte specifieke positie moest vinden. Tegenwoordig wordt die positie bepaald door het instellen van een software en door het gebruik maken van een grote elektrodeplaat. Sinds kort heeft Niels een nieuw hulpmiddel tot zijn beschikking. Dit helpt hem alweer beter te kunnen lopen. Door al deze nieuwe technieken wordt het leven van Niels er een stuk leuker op. En het verschil is duidelijk te zien. De eerste keer dat ik systeemtest, merk je gewoon dat het gaat en dat je eigenlijk een beetje weer een normaal looppatroon krijgt. En dat is een geweldig gevoel, doordat je weet dat je met zo'n systeem eigenlijk in de toekomst minder belasting van je lichaam krijgt en dat je op een normalere manier kunt functioneren. Deze techniek helpt Niels beter met lopen en dat is mooi.